Hallo dames en heren, welkom bij Binding Time. Mijn naam is Vincent van DaVinci Games. En omdat Wolfenstein pas onlangs is uitgekomen op de consoles en de PC, vond ik het nodig om even deze game met jullie te delen. Namelijk de allereerste Wolfenstein game van de hele geschiedenis. Hoe dit eruit gaat zien en of deze pixels jullie aanspreken, dat zie je na de intro. Oké, klik hier to play. Die ouderwetse muziek, jongens. Wolfenstein 3D. Hiermee begon het met Blankovic eigenlijk. Dat was het karakter ID Software. En ik geloof dat deze game afstamt uit 1992. Dat weet ik niet juist zeker. Maar uit mijn hoofd was het 92. En we gaan gewoon eens spelen, jongens. Dit is de game. En hiermee liep je dus in game. Het was eigenlijk gewoon een soort van simulatieachtig iets ook. En je begon in een kasteel, je was ontsnapt uit de gevangenis. Ik weet ook niet waarom, er is geen plot van of je een sleutel hebt of zo, of waarom je uit dat kasteel kwam. En voordat we deze deur passeren, hebben we al de eerste vijand. Je had daarna nog Return to Castle Wolfenstein en toen hadden ze dit ongeveer nagemaakt in 3D. Je begon ook in een kelder, maar toen was het al duidelijk dat je een sleutel had afgepakt. Nou, genoeg gepraat, gameplay. Kijk, daar komt een monster. Nou, monster eigenlijk niet, hè, want het zijn eigenlijk gewoon soldaten. Later in de game kwamen er echt monsters. Hallo, ineens schot dood jij. Nou, natuurlijk is Wolfenstein wel een beetje een speeltje met de nazi's. Hier zit een secret. Dit is level 1, dames en heren. Dat jullie het weten, hè. Ik ga gewoon lekker snel spelen. Dat is misschien wel leuk. Nou, je gaat je dus door de levels. Je ziet dat het een 3D game is. 3D weet u inmiddels al, 3D dat is nou, het is vrij simpel natuurlijk, want ik speel zeg maar best wel snel uit. Er zijn 6 episodes van 9 levels, dus ja, 9 keer 6 is 54 levels in deze game. Plus natuurlijk, elke episode zit een baas, een eindbaas eigenlijk, of een, daar kan je het wel mee noemen. En die bazen kan Hitler zijn in een robotpak. Kan een grote andere bad guy zijn in een kostuum. Maar het gaat heel vaak over robots. En daarom zie je dat ook terugkomen bij de nieuwe Wolfenstein. Daar zie je het ook gewoon terugkomen. Nou, kan je ooit voorstellen dat ik dit vroeger op floppy heb gespeeld? Zelfs mijn moeder heeft dit gespeeld. Echt waar. Mijn moeder heeft vroeger dit spel gespeeld. En ik moest haar heel vaak helpen bij moeilijke stukjes. Je kent het wel, hè? Ook PlayStation 1, weet je wel. Dan moet je moeder vliegen met een... Oh, hondjes. Dan moet je moeder vliegen met het spel Spyro. En dan heb je een hele moeilijke jump. En die moet je dan gaan halen voor je moeder, weet je wel. Jullie kennen dat moment misschien wel. Misschien wel ook meegemaakt. Wat een mooie wc's. Ik denk niet dat ik hier moest zijn. Dus ik ga gewoon lekker... Je kan ook nog shiften, hè? Moet je kijken, je rent zo wat in die game. Ik laat die meteen zien, want ik wil niet de hele game gaan spelen natuurlijk. Ik laat het meteen zien, jullie. Voor mij zit hier een secret. Juist. Was ook wel heel zichtbaar, hoor. Oké, laten we dat even zien, jullie. Ik doe even een nieuw game. En dan gaan we even naar de tweede. Operation Eisenfaust. En in die, daar zitten al nieuwe zombie-nazi's. Om het zo te zeggen. Let maar op. Je gaat ze zo meteen zien. Heel ander sfeertje ook, zie je het? Daar komen ze, dames en heren. Let op. Daar komen ze. En ze schieten echt heel snel achter elkaar. Ze hebben zeg maar... Piu, piu, piu. Ze hebben van die hele rare pistolen. Je ziet het zo al. Waar zijn jullie? Daar, kijk, daar komen ze. Oh, ik heb niet genoeg kogels. Nee, mesje. Oké, dan ga ik het nooit meer redden. Ik ga nu dood, let op. Gehaald 3% leven, joh. En gelijk het laatste level gehaald. Yeah! Hoeveel seconden? Ik zeg het je, 40 seconden. Bam. Gaan we nog eens even het laatste gedeelte spelen. Nog even om het kort te laten zien. Onderin episode 7. Oh, dat is de uitbreiding. Spare of Destiny. Onderin de beschrijving staat een linkje dat jij deze game gewoon kan spelen. Want dat vond ik wel leuk om dit gewoon te delen met jullie. Dat jullie ook gewoon wat leuks hebben om te spelen. Mochten jullie nog dit spel niet hebben gespeeld. Het is gewoon een vermakelijk ouderwets puzzelspelletje. Oh, kijk, daar komt nog een... Kijk, nog een nieuwe... Kijk, en dat zijn de nieuwe... En dan krijg je een nieuw wapen. Dat is een Uzi of zo, weet je wel. Oh,
Achter je kijken. Zo mensen, nou, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Een kleine preview. Wolfenstein, één van mijn favoriete games. Jullie mogen het best wel een keer weten. En die nieuwe Wolfenstein is gewoon echt tof. Echt, ik heb me vermaakt met de nieuwe Wolfenstein. Ik zweer het je. Hey! Geef vooral een like als je deze game ooit hebt gespeeld of van plan bent om te spelen. En dan abonneer op Bayern Town. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En salute!